Welkom bij een nieuwe vlog. We zitten in de Thalys richting Parijs. Maar dat is niet onze eindbestemming, want mijn papa woont sinds een tijdje in Frankrijk en we gaan die bezoeken voor 5 dagen. En ik heb mijn... Zoeken? Ja, maar anders. We gaan die toch bezoeken? Ah, ik dacht, jij zei, we gaan die zoeken. We gaan die zoeken. Nee, we gaan die bezoeken voor 5 dagen. En ik heb mijn reisgenootje mee. Ja, ik zal jullie nog wel spreken. Als we aangekomen zijn, maar het is nu al 6:30, dus ik ga niet meer zoveel vloggen vandaag, maar ja, tot straks in Frankrijk. We zijn ondertussen in Parijs. Joehoe! Nu gaan we wandelen naar het volgende station. Dat is 8 minuutjes wandelen en dan gaan we daar onze tweede trein nemen. Dus let's go! Hoe zeg je dat in het Frans? Oniva. 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 Wij zijn ondertussen aangekomen. Ik zit hier in de tuin en we gaan straks slapen. Dan spreek ik jullie morgen weer. Tot dan. Hallo iedereen en welkom bij dag 2 vanuit La Douce France. Het is vandaag dinsdag en het is 9:30 en ik heb mij al omgekleed, aangedaan. Ik dacht om een beetje meer uitleg te geven over wat mijn papa hier juist doet. En ook een rondleiding in zijn boerderij eigenlijk, waar hij woont. Mijn papa is chef-kok en die woont sinds, ik denk, een jaar of zo in Frankrijk. Die is zo stilletjes aan verhuisd van België naar Frankrijk. En die verzorgt hier de catering voor huwelijksfeesten. Het kasteel waar de huwelijksfeesten plaatsvinden is ook op tv geweest in de één programma Down the Road, waar Dieter Koppes dus mensen met het syndroom van Down 7 Europese landen ging bezoeken. En in Frankrijk hebben ze dus ook hier in dat kasteel geslapen. Dit is trouwens zijn hond Freddy. Freddy! Die is nu 5. Daar woont mijn papa met zijn vrouw. Daar in dat bijhuis slapen Shani en ik. Er is nu een huwelijksfeest aan de gang, dus het kasteel en zo kan ik niet laten zien. Dus dat zal voor een van de dagen zijn. Maar ik ga nu alvast een rondleiding geven in zijn huis of boerderij. En ook waar Shani en ik slapen. Daarachter is het kasteel, maar dat zie je dus niet door dat groen. Hier is papa zijn tuin. Hier is dus het tafeltje. Ik was al even op mijn laptop bezig. Dan is hier de inkom. Hier de living. Het is zo heel vintage ingericht met allemaal van die antieke en rommelmarktvondsten. Hier de keuken, ook weer zo typisch Frans, hè Freddy? En dan is hier nog een deur die ook naar buiten gaat. En hier is dan de badkamer met zo'n authentiek bad. Freddy die volgt mij overal. Zo. En dan in die deur hiernaast is er nog een bergpot. En dan aan die kant van de living is er een trap naar boven. En dit is dus waar mijn papa en Annemieke slapen. En nu is het tijd voor een rondleiding in onze, ons bijhuis. Ik weet niet echt hoe ik het noem. Dus hier gaan we met de trap naar boven. Hier is dus een zitplaats met zo van die stoelen. En tafel. Dit is mijn reisgenoot. En hier slapen wij. Don't mind the mess. Ook weer zo'n Franse vibe. We hebben ondertussen ontbeten, het is nu iets na 12. En we zijn gekomen naar een meertje. Een stuk van de Marne toch, hè? Van die rivier de Marne waarschijnlijk. Maar we hebben geen bikini aan, dus we hebben besloten om even onze bikini aan te doen. En dan zien jullie ons zo meteen weer. Oké, change of plan. Mijn papa die heeft ons gebracht naar een, wat echt een Marne zou zijn. Dus daarnet stonden we blijkbaar niet aan de Marne. Maar het water is hier nog helderder. Het is echt super mooi. Ik zal even een paar sfeerbeeldjes maken. We'll be right back.
zwemmen. En we zijn hier nu bij La Marché Donnet. En we gaan dus met een schaal hier allemaal bloemen en fruit en zo plukken. Dus. Gewoon zo vasthouden, ja. Ah, oh, die wispen hier. Maar, zeg je op. Bonjour en welkom bij dag 3 in Frankrijk. Vandaag gaan wij naar de Champagne Strikeshine. Ja. En dat is onze, ons vervoersmiddel van de dag. Wij gaan dus nu rijden voor alle duidelijkheid, maar wij gaan dus achterin. Maar dat mag eigenlijk niet, maar dat zijn geblindeerde ruiten. Dus ziet ons, dus dat is super goed. Nog even een outfit of the day. Dat blouseje heb ik geleend van Annemieke. Die rok komt van H&M. Sandalen zijn van Massimo Rebecchi. Handtasje is van een winkeltje in Lier, maar het merk weet ik ook niet. En Freddy is er weer bij. Die mag niet meer, maar die gaat op het huis letten. Dus kom maar mee en geniet van de sfeerbeelden. Tot straks. Wij zijn ondertussen aangekomen in het dorpje Haute-Villiers. Ik weet het niet. Ja, dat staat daar. Ik denk Haute-Villiers. Heel schattig. En we gaan hier wat rondwandelen en misschien ook wat drinken. Door de velden gereden, champagnevelden waar de druiven staan, inderdaad. En nu zijn we in het dorpje of stadje Epernay en we gaan hier nu iets eten en de vibes zijn hier echt wel heel tropical. Net nog pizza gegeten. Ik heb duidelijk wel iets aan. We zijn bij het meertje. She's naked! We zijn terug op de boerderij. En nu ga ik de vlog afsluiten. Tot morgen! Vond je het leuk vandaag? Veel in de auto gezeten, maar dat is leuk. Ook veel gezien. Hè? Doei! Het is vandaag donderdag en Shani en ik, Shani en daar, zijn foto's aan het maken bij de Marne. We moeten direct al vertrekken, want we gaan naar Rennes. Dus ik spreek jullie straks weer. Lekker gegeten in Le Jardin in Reims, want het is Annemieke haar verjaardag vandaag. En nu gaan we nog wat winkelen in Reims. Belooft een tour door een deel van het kasteel.
Zo, ons bezoek aan het kasteel zit erop. Even voor de duidelijkheid, mijn papa doet dus voornamelijk trouwfeesten en zo vanaf maart tot oktober. En dan zitten we weer even in België. En nu gaan wij ontbijten en ik spreek jullie straks terug in Parijs. Mega warm, niet normaal. Oh my god. Puffen. Wij zijn ondertussen bij de Eiffeltoren. We hebben al geluncht en onze voetjes in het water geploeterd. En nu gaan we naar de Champs-Élysées, een beetje winkelen. En dan avondeten, want om 9:30 gaan we onze trein pakken naar Brussel. En het is nu 4:30, dus we hebben nog 5 uurtjes in Parijs. Tot straks! Hoe blij ben je met je pad thai op een schaal van 10? Hoeveel? 11 of 10? Onze. Smakelijk. Hallo iedereen, het is ondertussen al een tijdje later, maar ik wou de vlog toch nog deftig afsluiten. Ik ben al een tijdje terug uit Frankrijk en ik ben nu in Toscane. En daar komt ook zeker een vlog over online. Maar ik wou jullie nu toch alvast bedanken voor het kijken naar deze vlog. En als jullie het leuk vinden om nog meer video's van mij te zien, doe dan zeker een duimpje omhoog voor deze video. En subscribe dan ook op mijn kanaal. En dan zie ik jullie binnen x aantal dagen terug vanuit Toscane. Dag!